Het was vorig jaar gewoon een heel moeilijk jaar voor heel veel burgers. De gasrekening met name en de gekoppelde energierekening, die was gewoon, of de gekoppelde elektriciteitsrekening. Dat sloeg een enorme hap uit het inkomen van heel veel mensen. Zodanig dat we ze eigenlijk vanuit de overheid hebben moeten helpen. En het liep echt op tot zo'n 1,5 miljoen mensen. En ik probeer te verklaren, misschien kan de minister mij helpen, dat dan wereldwijd de energiebedrijven in plaats van 1500 miljard maken ze vorig jaar 3700 miljard winst. Shell, ook actief in Nederland, maar dat geldt ook voor andere landen. BP, 59 miljard, Shell 37, recordwinsten. In tijden dat mensen krom liggen. In tijden dat de overheid eigenlijk dat indirect sponsort. Hoe kan dat?